Yo mensen, welkom bij deze nieuwe FIFA 20 FC Bordeaux Career Mode. In deze aflevering ben ik van plan om twee wedstrijden te gaan simuleren. Namelijk tegen Gil Vicente thuis en Vitória Setúbal. En dan kunnen we daarna de wedstrijd tegen Benfica spelen en tegen Braga in de halve finale van de beker. We zitten nu nog even in de transferperiode, nog een week ongeveer. We hadden al een nieuwe speler gekocht. Namelijk Jahan Bak, zoals je hier ziet. Ik ga hem vooral gebruiken op links of rechtshalf en op centraal aanvallend middenveld. Dus hij zal wel gewoon op de bank vaak beginnen. Er zijn al best wel wat transfers, zoals hier de topdeals. Werner naar Real Madrid. Romagnoli Noli naar Bayern München en Gnabry naar Inter. Ook zie je dat Bruma van PSV naar Hellas Verona is gaan. Maar even kijken, we hebben dus een thuiswedstrijd. Ik ga met deze 11 gewoon de wedstrijd in. Ik hoef niet echt andere spelers klaar te zetten. We hebben namelijk toch gewoon rust na deze wedstrijd. Oké, hier gaan we dan. Ik ben benieuwd, ik denk wel dat we gewoon thuis winnen. Oké, we winnen met 3-0. Louis twee keer en Doucouré. Dus dat is heel lekker. Volgens mij stonden we tweede. Volgens mij stond Benfica eerste. Het gaat hartstikke goed. Ja, we staan tweede. We staan 1 punt achter Benfica. Ze hebben alleen 1 wedstrijd minder gespeeld. Braga staat derde. En Sporting staat vierde. Dus we gaan best wel lekker. We kunnen weer even trainen. Ik had dus in de vorige aflevering dat ik die trainingen veranderd. Heb ik ook bij de Manchester United Career Mode gedaan. Ik ga nu even deze trainer nummer 3. Niemand die omhoog gaat. Silva gaat wel echt bijna omhoog. Ik denk dat hij de volgende training naar 72 deed het gaat. We hebben een bericht in ons kantoor. Even kijken. We zitten niet op schema en scoutverslag. Ja, ze zijn allemaal echt veel te slecht. Ik denk dat ik hem ook gewoon terug laat komen. Mijn scout en dat ik ze ook niet meer nodig heb. Oh. Ik denk niet dat ik ze nodig heb. Ik heb nu al 3 talenten. Namelijk. Dus met 2 Nederlandse spelers. Ronnie de Vries en De Wit. En deze Portugese spits. Dus ik heb niet echt nog iemand nodig. Ga ik even kijken. Scope beschikbaar. Oh, ze zijn ook beschikbaar. Ja, even kijken. Kan ik ze ontslaan? Let erop. Oh nee, dat ga ik niet doen. Als ik ze ontsla, moet ik dus nog betalen. Nou, dan hou ik ze liever. Kan ik ze altijd nog gebruiken. Maar we simuleren weer even een paar dagen verder. Zal Benfica ook zo meteen wel een wedstrijd hebben gespeeld? Nee, nog niet. Braga ligt ook nog maar 1 punt onder ons. Dus ze doen het nog best wel goed. Ik zag hier dat Stanks naar een andere club is gegaan voor 28 miljoen en Ayu is naar Feyenoord gegaan. Wacht, ik ga even kijken op het transfer waar Stanks naartoe was gegaan. Voor 28 miljoen als ik het goed had gezien. Stanks. Oh ja, hier staat hij al. Naar Fiorentina. Nou, ik denk wel gewoon een oké transfer. Ja, hebben wij nog extra spelers nodig? Ik denk het niet. Ik denk dat het team er wel goed uitziet. We hebben dus als enige speler Jahan Bak nieuw, want Otavio was verkocht. Maar voor de rest hebben we denk ik geen nieuwe spelers nodig. Dus ik ga even kijken, heeft een Benfica of zo nog wat gekocht? Waar staan ze? Benfica heeft alleen iemand verkocht, en Sporting misschien? Oh, die hebben iemand gekocht, maar ik ken diegene niet. Dynamo Kiev. Chankanov. Oeh. Hoe heet het? Bayern München heeft voor 48 miljoen een speler gekocht van Dynamo Kiev. 48 miljoen. Oh, Idrissi is ook nog eens naar Olympique Lyon. Echt een leegloop bij AZ nu gewoon. Idrissi en Stanks allebei weg. Tomori naar Atalanta. Er zijn best wel veel transfers. We houden helemaal geen berichten gewoon. Normaal gesproken krijg je op de deadline day altijd best wel veel berichten. Bijna elke dag wel wat, maar nu gewoon echt niks. We hebben nog 2 uur te gaan.
En nog steeds niks. Oké, we hebben nu 3 berichten gekregen op de laatste dag. Nou, ik ben benieuwd. Interesse in Games. Dat ben dus Iris door Eduardo Salvio. Oh, lenen. Die gast niet. En Freiburg zou Diego Costa willen lenen. Die gaan we lekker afwijzen of zullen we het accepteren? Ja, ik accepteer het wel. Want we hebben nu dus Casillas die op de bank zit en Marchesin die gewoon in de basis staat. En ja, die gaan echt niet geblesseerd raken. Dus daar kunnen we wel uitlenen. We krijgen 4 berichten nu. Dus we gaan even kijken wat voor berichten het allemaal zijn. Scoutverslag. Kunnen ze al. Nee, ze kunnen nog steeds niet. Naar het volwassen team. Zweden zou bondscoach willen worden. Nee. Deadline day en vertrek van Costa. Afgebroken. Nou, hij wil dus blijven. Dan zien we er nog 1 dagje verder. En dan hebben wij de wedstrijd tegen Vitória Setúbal. Die gaan we dus simuleren. En daarna hebben wij Benfica. Die gaan we spelen. En Braga gaan we ook spelen. Dus ik zet eventjes wat andere spelers in de basis. Pepe is volgens mij nu gedowngraded, zie ik. Hij was altijd 82 rated. Dus dat is zonde. Marcano mag beginnen. Pereira, Johan Bax. Nee. Zo. Ik laat Luis even op de bank beginnen. Zo heb ik hier nog wat. Nee. Nou, zo moet het wel lukken hoor. Tegen Vitória Setúbal. Volgens mij zijn ze niet heel goed. Dus we spelen wel uit. Maar alsnog denk ik wel dat we gewoon winnen. Want we hebben echt wel een lekker team met Porto. Okay, we winnen met 0-1 door Cuadrado. Dat is lekker. Ik overweegde nog om hem eruit te halen. Maar dat heb ik gelukkig niet gedaan. We kunnen weer trainen. Ik denk dat ik weer even dit doe. Want dan gaat. Silva, hij is aan 72 gegaan. Hij gaat nu echt flink omhoog. En Acuna is naar 59 gegaan. Dus dat is lekker. We staan momenteel 4 punten dus onder. Benfica. En dan hebben we nu de wedstrijd tegen Mavica. Dus we gaan eerst even naar het kantoor. We hebben een bericht. Interesse getoond in van Tyson door Inter. En dan gaan we de opstelling klaarzetten. Dus tegen Benfica wordt wel echt een lastige wedstrijd. We moeten wel echt even winnen. Anders gaan ze echt te ver uitlopen gewoon. Dus ik zet de spelers die ik net op de bank had gezet weer in de basis. Zoals Diaz. Dan gaan we het zo doen. Even kijken, waar is het Mijlen? Hier. Mijlen, Pepe, De Neer. Oké. Nakashima mag mee. Manafa mag mee. En dat is het dan. Oké. Dus met dit basiselftal gaan we dus wedstrijd tegen Benfica. We spelen thuis nu. Dus dat is een voordeel. En dan moeten we echt gewoon proberen te winnen. Want als we nu verliezen. Ze staan al 4 punten voor. Maar als we verliezen. Komen ze 7 punten voor te staan. En dan gaat het best wel lastig worden. Oké, hier gaan we dan. We zijn aan het opwarmen. Dit is dan misschien wel een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Dus de nummer 1 tegen nummer 2. Benfica, Porto. Gewoon de twee grootmachten uit Portugal. Je hebt ook nog Sporting. Maar die zijn nu vierde. Dus ja, we spelen thuis. En ik hoop echt dat we gewoon winnen. Oh, dit is lekker. Wat hij gaat schieten. Oh, die gaat net naast. We hebben een corner. Wat hij gaat kopt. Oh, die gaat net naast. Ja, die gaat ook maar net naast, hè. Al vroeg druk gezet. Nou, wat kan hij hiermee? Oh, weer een goed schot hoor. Van die Kone. Hele lekkere paas naar Diaz. En hij is helemaal door. Dit moet hem worden. Nee, de keeper. Oh, dit was echt heel lekker hoor. Het was een hele lekkere paas.
Dan schiet Diaz. Maar niet in de keeper met de redding. Oh, dit. Oh, nee. Penalty. Lekker. Oh, dit is lekker, jongens. Wat een weer gewoon een goede kans. Maar de keeper zit er weer bij. En dan krijgen we gewoon een penalty. Wat lekker. Madega mag hem nemen. Hij gaat hem boven de hoek. Wauw. Jezus, houdt de keeper hem. Wat een onzin. Jongen, jongen. Het is ook bijna rust. We hebben wel een corner nu trouwens, maar ik denk dat het na deze corner wordt afgefloten. Dus het is nog steeds 0-0. We hebben wel wat kansjes gehad. Hebben we nog een corner? Ja, nog een corner. Oké. Okay. Oh, dit moet hem worden. Nee! Zonde ook weer. Oh, dan wordt er nu afgefloten. Midden in onze aanval. Nou, 0-0 dus. Eerst en voorbij. Hopelijk kunnen we in de tweede helft scoren. Want op zich gaat het best wel lekker. Oh, dit is een lekkere paas. Vierde keeper. Hey, die keeper van Benfica is wel echt heel erg goed hoor. Hij had zulke goede ballen eruit. Dit had ook gewoon weer een goal moeten zijn. We hebben nog steeds een aanval. Oh, dan paas hem naar de verkeerde man. Oh, wat een goal. Cuadrado, wat een heerlijk goal dit, jongens. Oh, deze had ik echt niet zien aankomen, hoor. Ik had niet gedacht dat deze erin zou gaan. Wat lekker, jongens. Even daar aan kijken, hoor. Wat een lekker schot. Die keeper kon er gewoon niet bij. En dan staan we nu met 1-0 voor. Wat lekker. Oh, dit is toch wel echt een hele mooie goal. Moet je hem zien daar aan de zijlijn. Ja, prachtig. Dat is echt buitenzinnig door dat doel. Cuadrado. Hier hebben we nog een goede kans van Johan Bax, maar de keeper weer. We zijn hier in de laatste paar minuten. We zijn nog steeds met 1-0 voor. Benfica komt hier met een aanval. Maar we hebben ze tot nu toe nog in bedwang. Voorzet. Die belandt in de handen van de keeper. Nog een paar seconden. Scheids mag nu wel afletten. Lekker. Hij heeft afgefloten. We winnen met 1-0. Thuis tegen Benfica. Door een hele mooie goal van Cuadrado. Dus we hebben nu de voorsprong van Benfica wel verkleind. Ze stonden 4 punten voor. Nu 1 punt als het goed is. Dus dit is gewoon echt een heel lekker resultaat. Oké, we zijn weer terug. We hebben de eerstvolgende wedstrijd. En dat is de wedstrijd tegen Braga in de beker. Dus die wedstrijd moeten we ook wel echt winnen. Het is in al de halve finale. En als we dit dus winnen, dan zijn we in de finale. En dan moeten we alleen de wedstrijd winnen. Ja, dat zou heel lekker zijn. We hebben 5 berichten gekregen. 2 berichten van spelerscoach. Het is van het we door is in de beker. Want zo gaan als ik als het kan nemen met de beker in de hand. Oké, ik zeg je bent een inspiratie. Ik zal het overwegen. En 3 berichten. Laatste kaartverslag. Michael Johnston. Oké. Okay. Even kijken. Hebben we hier nog kaartverslag van Membuemo. Dat is ook wel goeie denk ik. 20 jaar. En Nathan Wood. 17 jaar is hij pas. 62 rated. Maar ja, we hebben onze eigen spellen zitten jeugd. Die zijn wel wat beter. Dus ik ga even naar mijn bestuur toe kijken wat ze wouden. Champions League, dat hebben we dus niet gehaald. Win de competitie. We zijn nu tweede en win de beker. Dus sowieso moeten we de beker winnen. Die beker moeten we hoe dan ook gewoon winnen. We hebben nu ook de wedstrijd. Ik ga even kijken wat de volgende wedstrijden zijn. Oké, daarna hebben we een wedstrijd tegen Quemarayas of zoiets. Gewoon een lastige naam. En daarna hebben wij een wedstrijd in de Europa League tegen Wolverhampton. Dus ik ga nu gewoon met een heel goed team spelen. Dan ga ik de volgende wedstrijd met een wat minder team.
wat meer spelers van de bank erin. En dat tegen Wolverhampton ook gewoon met het beste elf dat we hebben. Ik denk dat ik wel Casillas laat starten. Want hij gaat dus stoppen na dit seizoen. Gewoon met voetbal. Dus dan gun ik hem wel gewoon een basisplek in de beker. Dus ja, ik ga nu naar de wedstrijd toe en dan zie ik jullie zo meteen weer. Oké, hier zijn we dan. We zien weer de Marega. Of is het Marega? Ik weet het eigenlijk niet. In ieder geval topscorer van de beker. Nou, dit is een hele belangrijke wedstrijd. Want dit is natuurlijk de halve finale van de Taça Portuguesa. Zo heet de beker. Competitie hier. Je zag Casillas lopen, die heb ik gewoon in de basis gezet. Want hij gaat na dit seizoen stoppen. En hij vroeg of ik hem wou laten spelen. En dan gun ik dat hem ook gewoon. Een open wedstrijd met opwindend en opzwepend voetbal. Nee, we komen gelijk 1-0 achter. In de derde minuut al. Wat is dit dan? Horta. Die goal kwam ook echt weer uit het niets gewoon. We gaan even daar aan kijken. Het was ook echt zo'n heel zacht schot. Kijk hoe zacht hij gaat. Maar de keeper kon er niet bij, Casillas. Dat is dan jammer voor hem. Maar we moeten het goed maken. Moussa Mareka levert de paas weer in bij hem. Wat gaat hij hiermee doen? Oh, lekker jongens. Wat een lekker goal. Wat lekker dit. Wie is dit dan? Icone, denk ik. Staan we alweer heel snel op een gelijk spel. Het was ook echt gewoon een keihard schot in de hoek. Even kijken hoor. Ja, dit was Icone. Heerlijk schot van hem. Dan is het nu volgens mij de 7e minuut. En dan staan we alweer. Oh, de 10e minuut is het. We staan we alweer gelijk. Oh, lekker jongens. Dan staan we gewoon dat 2-1 voor. In de 19e minuut. Het is misschien dan wel een sweaty goal, maar een goal is een goal. En die tellen gewoon evenveel mee als een hele mooie goal. Diaz hier. Heeft hij ook nog eens een goal meegepikt. Even kijken. Het was een lekkere paas. Hij stond er helemaal vrij. Kon hem zo hard voor het doel pasen. En ja, Diaz moest hem alleen nog even inschieten. Als het veld goed bespeelbaar blijft, hebben de aanvallers toch voordeel, denk ik. Oh, lekkere paas hier. En dit is dan de 3-1. Wat lekker dit. Het is Luis met de 3-1 tegen Braga. Ja, deze wedstrijd winnen wij gewoon. Ook al zijn we pas in de eerste helft. Ik zie het niet meer gebeuren dat Braga hiervan terug gaat komen. Ik denk dat wij alleen maar gaan. Dat wij alleen maar verder gaan uitlopen. Het was ook weer echt een prachtige goal. Die keeper deed ook gewoon niks. Want ja, als hij wat zou doen, zou het echt voor niks zijn. Want hij wist ook, die gaat erin. Oké, hier gaan we dan de tweede helft in. We staan met 1-3 voor. We stonden nog eventjes heel kort achter. Maar we hebben het helemaal omgedraaid. En nu zijn we gewoon met 3-1 voor. Met nog een tweede helft te spelen. Dus het gaat hartstikke lekker. Casillas met een lekkere redding. Lekker Casillas. Braga is nu toch wel in de tweede helft meer aan het aanvallen. Want ze moeten ook gewoon scoren en winnen. Maar we hebben Casillas op goal en we hebben een goede verdediging. En wij zijn ook gewoon veel beter. En de doelman kan hier even de truc niet aan. Belabberd. Nou, laat het Pereira. Dit kan maar eens een kans opleveren. Een grote kans hoor. Oh, dit. Oh nee, die gaat over. Luis kwam er echt wel heel goed doorheen hoor. Die verdedigers die hielden hem vast, maar hij kwam er goed doorheen. Maar die gaat dan ook maar net over. Dat is zonde. Oh, lekker hoor. De 4-1 komt er ook nog even bij. Luis. Na een paar schoten zit hij er dan in. Een paar mislukte schoten. We gaan even daar aan kijken. Hij komt voor de tweede keer op het scorebord vandaag.
Ja, hij wou eerst al een keer schieten, maar toen kwam die verdediger er wel heel goed tussen hoor, met zijn sliding. Maar ja, daarna kon hij er niet meer bij en toen scoorde Louis gewoon. We gaan weer aftrappen. Het is wel een heel eenzijdige wedstrijd. We gaan de 90ste minuut in en we staan al met 4-1 voor. We hebben hier nog een aanval, dus wie weet. Nee, de verdediger zat erbij. Maar we staan dus met 4-1 voor. We hebben echt een heel lekker resultaat neergezet in de halve finale van de beker. Wij gaan nu dus door naar de finale. Ja, dat is heel lekker. Ik ga zo meteen gelijk even kijken wie dat is geworden. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Oké, we zijn weer terug. En ik kijk even op de kalender. Maar we zijn nog helemaal niet door. We hebben nog een terugwedstrijd. Of de heenwedstrijd. We hebben de eerste wedstrijd tenminste al gehad. En we hebben nog een wedstrijd tegen Braga. Maar we hebben uit al 4-1 gewonnen. En ja, thuis winnen we vast ook wel. En anders gaan ze echt niet met 4-0 van ons winnen. Dus we zijn zo goed als door. En ja, dan moeten we die volgende set ogen nog eventjes afmaken. Ik zie hem nu nog een paar dagen verder. We kunnen ook nog trainen. En we moeten even naar het kantoor. Nakashima is blij dat hij heeft kunnen spelen. En van Kazuya heb ik niks gehoord. Terwijl hij wel baas heeft verstaan, maar dat zal wel. We gaan nog even trainen. We hebben nu vorige keer 3 gedaan. Ik ga nu 1 trainen. Even kijken, gaat er nog iemand omhoog? Nee, de Vries gaat wel flink omhoog. Maar niet in rating. Tavares gaat ook bijna naar 76. En ja, dan gaat het best wel lekker de trainingen. We hebben een wedstrijd tegen Guaymares. Maar die ga ik pas de volgende aflevering doen. Nou, dit was dan alweer deze aflevering. We hebben 4 wedstrijden gespeeld. Dat is best wel veel. Dus vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie bij de volgende video.